al iets gespot? Ja, een boerenzwaluw en een krakeend. 50 jaar geleden is dit ingericht. De boeren zijn daar doorgegaan met boeren. En Staatsbosbeheer is hier doorgegaan met het helpen van de weidevogels. En hoe staat het er nu voor? Ja, helaas heel erg slecht. De weidevogel is net als in heel Nederland gigantisch achteruit gegaan. Om een voorbeeld te geven, ik deed daar weidevogelbescherming bij een van de boeren. En we hadden normaal gesproken elk jaar al gauw richting de 100 nesten die we vonden en beschermden op 40 tot 50 hectare. Dat is teruggelopen tot 4-5 nesten. Dat komt door slecht beheer van de percelen, zegt de Milieuclub. Boeren zijn het land steeds intensiever gaan gebruiken en de grond van Staatsbosbeheer wordt te weinig beheerd. Toch ziet Gerard kansen. De potentie is hoog, je moet het alleen anders gaan beheren. Dus opzetten van het peil, of in ieder geval niet verlagen van het waterpeil. Anders omgaan met het land, dus minder intensief boeren. En Staatsbosbeheergebied, reservaatgebied ook anders gaan beheren. Het leuke is nu, en daar staan ook een deel van de boeren voor open, dat er hopelijk voldoende geld is om gezamenlijk dat beheer te gaan veranderen. Er zijn boeren hier die willen ook wel terug vanwege de stikstofdiscussie, vanwege het andere verdienmodel. En dat lijkt me een goede zaak, want zij hebben kennis en kunde. De provincie Utrecht heeft dit gebied inmiddels aangewezen als kansgebied voor weidevogels. Toch is de Milieuclub er nog niet gerust op. Hoe langer het duurt, hoe meer risico er is dat er een andere keuze gemaakt wordt. En die tijd hebben we niet. Dus voor de weidevogel is het 2 voor 12. Dus we moeten nu doorpakken.